Goedemorgen, je kijkt weer naar een nieuwe vlog. Zeg jij ook goedemorgen, jongen? Zeg eens goedemorgen! Hox, goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen. Nee, hij zegt het niet meer. En ik heb net met hem gewandeld. Ik film eigenlijk nu pas. En Freddy is zich natuurlijk weer aan het haasten, want hij moet werken. We gaan vandaag wel iets heel erg leuks doen. Nou, ik ga in ieder geval nu eerst even sporten. Dus ik ga even ontbijten, dan ga ik sporten met de Eggy. Morning. En daarna ga ik me natuurlijk even wat soneren. Dan heb ik eventjes werk te doen op de computer. Ik denk dat ik daar zo'n 2 tot 3 uurtjes mee bezig ben. En daarna haal ik Fredje op van zijn werk en dan gaan wij naar Utrecht. En wat wij in Utrecht gaan doen, dat is eigenlijk super cool. Maar dat vertel ik jullie gewoon lekker straks. Dus ga er lekker voor zitten. Dat wilde ik zeggen. Lean back, like always. En enjoy the ride. Enjoy the ride. Zo, dit is mijn sportoutfit. Ik heb een sportbroek van de H&M. Ik heb hele oude Nike's, maar echt van 5 jaar geleden. Deze top, die is van de Primark. En heb ik daaronder, zeg maar, een sporttop, die is ook van de Primark. En dan heb ik dit jasje, die is van Adidas. En nu ga ik snel naar de sportschool. Je was me aan het zoeken, hè? Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is Egbert. Egbert is mijn personal trainer. Dus voor iedereen die een killer body wil, like himself, moet getraind worden door Eggy. Hallo, schat. Hoe is ie? 1 been. Kun je rijden? Ja. 1 been, 12. Ja. Andere been, 12. Dan krijg je 2 dumbbells, gaan we 30 meter walking lunges doen. Ja. En na die 30 meter walking lunges gaan we 250 meter roeien, explosief. Yes. Dat is ongeveer, als je hem goed doet, heb je hem in een minuut. Oké. Okay. Ja? Yes. 12-12, allebei uitstrekken. Heb je ze nou nog zwaarder gemaakt? Heb je ze nou zwaarder gemaakt? Eentje. Eén. Zo, hallo, hallo mannetje, oh, daar staat hij al, hè, hallo poppy, oh. Even stretch, naar achter schatje, hallo ventje, hallo ventje, oh schatje, ben je weer blij dat mama er is, ben je weer blij dat mama er is, hi schatje, hallo boefie, hallo boefie, daar. Stond net iemand aan de deur. En ik heb een pakketje binnen. En ik heb dus geen idee wat ik heb binnengekregen. Oké, nou, het sport was echt super zwaar. Het is echt, echt heel zwaar. Ik heb 3 weken niet meer gesport. 2 weken Curaçao en vorige week was ik natuurlijk veel in Friesland. Dus ik heb echt, ik merk dat meteen weer aan mijn lichaam. Dat ik dan gewoon 3 weken niks meer heb gedaan.
stuk slapper, stuk minder conditie. Er zit een doosje in. Kijk, wat leuk. Wat zit daarin? Hè? Ik heb ook helemaal niks besteld of zo. Wat is dit? Halibi. Nou. Oh, wat leuk. Van wie heb ik dit gekregen? Laura, hier. Laura, from Coty, Daphne en Anja. Nou, geen flauw idee. Wat is dit? Christmas cookie, philosophy, vanille cream butter. Volgens mij zit... Oh, hier. Shampoo, shower gel en bubble bath. Oh, kijk nou hoe leuk. Christmas cookie. Die. En een philosophy amazing grace. Wat is dit? Een fragrance. Oh, een geurtje. En dan doe je hem zo open. En dan zit er een geurtje in. Leuk. Oh, ik ben benieuwd hoe die ruikt. Ik moet toch nog douchen, maar even. Oh, hij is super lekker. Wat schattig, wat een leuke doosje. Ik heb alleen werkelijk waar geen idee van wie ik dit heb ontvangen. Nou ja, voor degene van wie ik het heb ontvangen die misschien kijkt, super bedankt. Echt een heel leuk cadeau. Het is altijd leuk om spulletjes te krijgen. Thank you. Nou, ik ga me nu even snel douchen. En dan ga ik even Rox uitlaten en dan ga ik aan het werk. Dus ja, nou, ik ben nog steeds thuis zoals jullie kunnen zien. Ik ben eigenlijk de hele middag bezig geweest om deze vlog te editen. Deze vlog hebben jullie al gezien wanneer jullie deze vlog zien. Maar dit is de video met het dagje wat ik met, dat ik met mijn non samen was. Dat zij mij heeft verrast voor mijn verjaardag. Even snel boodschappen halen en Fredje ophalen. En dan gaan we naar Utrecht. Want ik kan het jullie misschien al wel gaan vertellen. Of ga ik het straks wel vertellen? Ja, ik ga het nu al wel vertellen. Alfredo die heeft vandaag auditie voor een televisieprogramma. Ja, yep, hij is gevraagd om auditie te komen doen voor Out TV. Out TV is een gayzender en is ook echt op televisie. En door middel van mijn vlogs hadden ze hem gezien. Want er is blijkbaar iemand bij Out TV die mijn video's bekijkt. En die had gezegd, oh, of die had mij een mail gestuurd. Hey, kan ik in contact komen met Fredje? Want we vinden hem zo leuk. Dus zo leuk dat Fred dan nu eigenlijk wordt ontdekt door mijn vlogs. Nou, dat verdient hij en dat gun ik hem echt van harte. Dus ik ga met hem mee om hem te supporten. En dan gaan we er een roadtripje van maken naar Utrecht. Fredje! Ik heb ze al verteld trouwens, wat voor auditie je gaat doen. Dus ik ben zo zenuwachtig! Dat is Fredje, wordt misschien wel een televisiepersoonlijkheid. Ja, zie het voor je. TV personality. Ja, ben je zenuwachtig of eigenlijk helemaal niet? Nou, eigenlijk niet. Want nee. Maar meer omdat ik dat zeg, ik vind het wel leuk ook. Ja, maar je moet het zijn gewoon dingen die je gewoon moet doen. Net zoals een sollicitatiegesprek. Ze willen je of je willen je niet. Klaar. Dus het is ook alleen maar een impressie van daarom. Hoe ben je en hoe zie je eruit. Ja. Nou, volgens mij komt dat helemaal goed hoor. Dus we gaan even kletsen. En op de terugweg? Ja. Mackie. Een flurry of zo? RTV Utrecht! En ons Fredje! Eén maar slokje water. Nu is een beetje zenuwachtig. Hey, dat licht gaat uit. Nu is het een beetje te donker. Ja, dat moet je auto's kijken. Oh, was dat mijn auto? Hier, kijk eens. Je ziet niks. Ik ben zenuwachtig. Dingen we. Hallo. It's Out of here. Happy holidays. Oké, Vreen. Even. One moment. How are you feeling? Zenuwachtig? Oké. Wow. Dit ziet er wel goed uit. Zij is beeldig, hè? Ja. Weet je wie dit is nou? Nee, wie is dit? Ken jij Mayday van Nederland? Zeg maar, dat is een drag queen in Nederland. Dit is RuPaul. En RuPaul is zeg maar de Mayday van Amerika. Hoi. Nou, we zitten nog even na te zitten. Want we hebben ronde 1 gehad, ronde 2 gehad, ronde 8 gehad. We moeten nog steeds wachten. Ik zit hier nog steeds te wachten. Heel lief. Maar ik heb het bloed en bloed gezellig, want kijk eens wie er allemaal is. Maar we gaan door. Hallo, de redactie. En we gaan hier door met de andere kandidaten. Gezellig. Ja, maar dan zijn die anderen, die zijn gewoon nog binnen. Die zijn er aan het zweten en aan het struggelen. En ach, wat zijn jullie allemaal knap ook hier. Kijk nou. Hé, maar jongens, ging het goed, de auditie? Ja. Bij iedereen? Ja, al veel. Hoor je dat? Ik ben heel erg jammer, Alfredo. Je bent echt heel sympathiek. Ja, Miss Vlaanderen zullen we nu bij de mond snoeren. Maar wat zijn dat? Is lekker. Het gaat zo de hele avond dus door. Ik heb een leuke avond gehad. Ja, absoluut. Wachten was niet vervelend. Maar nu ben je klaar. Nou, ik doe het goed aan mijn moeder doen. Oh, ja, doe maar. Ja, doe jij. Mama, dat moet je zeggen.
Ja, we zijn zo klaar. Nog alleen even een uitslag ding is volgens mij. Of in ieder geval wachten en dan... Even lekker kletsen. Ze ont is honger. Ja. En we zitten in de auto terug naar Amsterdam. Maar... Vrede had een goed idee. Ja, wij zijn even op zoek. Waar is hij nou? Ja, ik moet het bordje hier zien. Daar. Daar is hij. We found it. Woehoe. Yes. There we go again. En ik heb vandaag gesport, dus ik neem wel gewoon een soort van... Ik neem wel alleen een ijsje. Grappig, ik heb gesport, dus ik mag. Nee, ja, als je hebt gesport mag je juist meer, toch? Klopt, ja, nou, daarvoor sport je. Ja. Dat vinden wij dus ook. Dat is ook mijn theorie. Wij nemen ondertussen vast... even... Ja. Oké. Okay. Vertel jij maar. En wij nemen lekker Martijn mee onderweg weer naar Amsterdam. Die woont niet zo heel ver bij ons vandaan. Dus die rijdt lekker een stukje mee. Dus we gaan met z'n drieën de Mackie in. Oh, ik zit helemaal niet goed. Kijk, dit is de drive. Okay. In de achteruit. In de achteruit dan maar. Focus. Of ga ik hier overheen? Nee. Oh jawel, dit kan op zich wel. Dit is gewoon een stoepje. Oké, let op. We gaan over het stoepje. Ja, met deze bakkie kan dat. Het kan wel toch? Hup. Hup. En we zitten in de drive. En we zitten in de drive, zo doen we dat. Zo doen wij dat. Ik zei toch, ze rijdt als een vent. Hey, hoi, het is alweer de volgende ochtend. Sorry, Alfredo en ik zijn helemaal vergeten de vlog af te sluiten gisteravond. We kwamen pas om 11:30 s'nachts thuis. En het was de kwestie van Rox uitlaten, snel douchen en naar bed. En vanochtend stond ik op en dacht ik... Ik heb de vlog helemaal niet afgesloten en ook niet samen met Vree. Vree is dus nu al aan het werk, dus ik ben even alleen nu. Maar wij hopen in ieder geval wel dat je de video leuk vond. En duimpjes omhoog vond je hem tof. En als je nog geen abonnee bent, dan kun je je abonneren. En dan blijf je ook lekker op de hoogte van al mijn video's. Wat betreft Fredo en zijn auditie. Ja, was super tof. En zodra hij de uitslag binnenkrijgt en dat... is waarschijnlijk volgende week, horen jullie dat natuurlijk meteen in mijn volgende video. Want jullie moeten ook op de hoogte blijven van Fred zijn avonturen. En dat is nog even in spanning afwachten, maar ik heb er wel een heel goed gevoel over. Want hij kwam ook met een goed gevoel die auditie uit. Hij heeft het ook super goed gedaan. Dus ik zou het ook heel erg tof vinden als hij degene is die ze hebben aangenomen. Die ze gaan aannemen. En dan denk ik ook wel dat ze een hele goede aan hem hebben, want... Ja, ik gun het hem zo. En hij kan het, weet je wel. En hoe leuk, Fredje op tv straks. Nou goed, dat is gewoon fingers crossed voor Fredje een week lang. En dan horen jullie dat zo snel mogelijk. Voor nu, nogmaals, super bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Mwah! Kus voor jullie.